Een tag, dat is weer eens een Engelse term voor een technisch snufje, wat een heel belangrijke bijdrage kan leveren aan ons monumentenbeleid in Brabant. Een tag is een manier om de informatie over een monument op je telefoon zichtbaar te krijgen. Als voorbijganger, als geïnteresseerde bezoeker. En dat kan 24 uur per dag. Dus de informatie over het monument is voor iedereen toegankelijk. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we onze monumenten een goede plek geven in Brabant. Want dat is onze identiteit. Het is een onderdeel van onze identiteit. Ik vind het ook heel belangrijk dat het niet alleen gaat over de stenen van zo'n monument, maar juist over het verhaal eromheen. Wat heeft dit monument, dit gebouw, betekend in de geschiedenis van deze gemeente, voor de mensen die hier wonen? En die verhalen, die laten zien en die dicht bij de mensen brengen, dat maakt dat zo'n monument ook veel meer draagvlak krijgt om het uiteindelijk te behouden. Ik noem dat altijd behoud door beleving. Dan krijg je gevoel bij die gebouwen. Gaan meer monumenten dit krijgen in Brabant? Nou, we beginnen vandaag met een aantal die ik kan bezoeken op een monumentendag. Maar daarna gaan we verder met de monumenten waar wij de afgelopen jaren een financiële bijdrage aan hebben kunnen leveren voor de restauratie. Nou, en als dat goed bevalt, wie weet waar we dan uitkomen. Misschien wel alle monumenten in Brabant. Dit is wat mij betreft een ontwikkeling voor de toekomst waar we echt mee door willen gaan.